loop je al 27 jaar heen en ik zie je nog nooit eens een Ajax. Nee, ja, in een vriendschappelijke wedstrijd. Ja, ik wil ook wel eens wat anders zien. Ik, wil, ja, ik ben toch? Dat is een beste jongen. Ja, ja. Volgens mij was ik voor het eerst dronken. Wie was er niet aan het overgeven, zeg maar? Ja, dat was echt bizar om mee te maken. Ik had 20 in mijn hoofd. Ja, ik vond dat ik 20 doelpunten moest maken. Meester Sturen, vriend. Hele veld vol met supporters en die begonnen te zingen voor mij. Echt, huppakee, als orkestleider ging ik zo'n... Oh mijn god, ik voelde me en gênant en ik voelde me geweldig. Ik denk dat elke voetballer kampioen wil worden. En als je dan vrij snel, ook in de voorbereiding en ook in de eerste 2-3 wedstrijden ziet... dat het team gewoon echt stabiel is en dat er heel veel mogelijkheden liggen. Ja, toen hebben we wel onder elkaar heel snel gezegd van, we gaan voor het hoogste. Er was niet een doelstelling, er was vooral van, nou, we willen wel eens een keertje betere resultaten halen. En dan zien we wel waar we komen. We hadden best wel een spelersgroep die, die vol zat met ambitie. En die dat ook natuurlijk heel graag wilde. Een doel kan ik me niet echt herinneren. We wilden wel natuurlijk voor de bovenste plaatsen gaan. Maar of kampioenschap was uitgesproken, dat durf ik niet te zeggen. Ja, het was zeer zeker mogelijk. Alleen in zo'n seizoen, ja, dan kan er van alles gebeuren. En dan moet je het altijd maar afwachten. Volgens mij heb ik in eerste instantie voor 2 jaar getekend, als ik me niet vergis. En wilde Cambuur wel binnen die 2 jaar promoveren naar de Eredivisie. Er moest vooral, want dat was toen de tijd heel erg populair, aantrekkelijk voetbal gespeeld worden. Wat dat dan ook was. Ja. Ik heb dat voor mezelf vertaald in vooral doorselecteren. Steeds zoeken naar een betere balans in je selectie, betere spelers aantrekken. Ik had ook wel een gesprek met de trainer gehad, Rob Baan. En die zag wel het in mij een van de laatste puzzelstukjes die ontbraken. Hij kocht doelpunten door jou te halen. Ja. Ja, ik was het jaar daarvoor bij Den Bosch topscorer. Kon er niet uitkomen in onderhandelingen met FC Den Bosch destijds. En Rob heeft hem toen gehaald. Hij was duur, hè? Nou ja, Jan Rietza was in dat soort gevallen altijd degene die zei... wacht maar, als je die wil hebben, ga ik wel eens kijken wat de mogelijkheden zijn. En Jan wist eigenlijk altijd toch wel spelers binnen te halen voor een koopje. Er komen nieuwe jongens bij. Volgens mij kwam Lodi Rumbiak erbij. Rechtsbuiten, linksbuiten, spits kon hij spelen. Erg een maatje van me ook in die tijd. Baan heeft bewust dat team bij elkaar gehaald. Het heeft wat gekost. Want ik weet wel dat er een aantal bedragen betaald werden voor spelers... die voor andere clubs gewoon niet haalbaar waren. En Baan die was gewoon van overtuigd dat dat team dat nodig had. En kon die spelers ophalen. Ja, deze stap naar Cambuur was voor mij eigenlijk wel achteraf gezien de perfecte stap. Maar Jack was één kans, een goal. Jackie Goal, ja. Jackie Goal? Kan ik niet vergeten natuurlijk. Was dat zijn bijnaam? Ja, dat was een bijnaam door de jaren heen wel, ja. Achter de bal, Jack de Gier. Dit is zijn 8e. Cambuur's 1e. Cambuur staat op 0-1. Jack was wat dat betreft een fenomeen. En ook nog, als je het vergelijkt weer in deze tijd... Hoor, elke bal wie voor de goal kwam, hij was er altijd. En of het dan ook een doelpunt is, maar... Ja, ziel en zaligheid. Geweldig koppen. Kopte ballen vanaf de 16 binnen. Gewoon snoeihard. Mouwen opgestroopt en een beetje lang haar. Als je dat terugziet, hè, wat zeg je dan achteraf? In zo'n wedstrijd gebeurt veel meer. De waarnemer die ziet niets. Alleen de NOS die registreert deze beelden. En wij komen uit de bus rollen met z'n tweeën. En die ging er gewoon. Ging voor iedere bal. Ja. En was dat iets wat hier bij de supporters goed lag? Ja, zeer zeker. Het is natuurlijk een volksclub en hier moet hard gewerkt worden. En dat is nog steeds zo. Dat eist men ook van de spelers, ja. We hadden ook gewoon een goede groep. Ook een groep die redelijk tot goed op elkaar afgestemd was. Met bepaalde teamdiscipline, maar ook maar individuele kwaliteit. Je wint ze omdat we nu een beter elftal hebben als vorig jaar. We hebben een aantal goede aankopen gedaan. En het is nu langzamerhand een team aan het worden. Ik denk toch wel dat het een kwaliteit van de trainer was. Want die heeft op het, tijdens de voorbereiding ook nog allemaal spelers aangetrokken. En hij heeft bijvoorbeeld Ben Sporrek opgehaald. Die speelde bij mij al bij Sparta. Maar dat was precies degene die wij misten, achterin. En dan had je Nico-Jan Hoogma en Ben Sporrek. Nou, dan had je weer een hele stabiele verdediging. Ja. En zo heeft hij dat op meerdere plekken gedaan. En dat is voor ons wel doorslaggevend geweest. Dat de trainer...
wel met de juiste visie van het moment bij Cambuur binnenkwam. Mm-hmm. Ik kan me nog herinneren dat ik uit een van de dorpen jouw Kudantema aantrok. En dat was een geweldig populaire speler. Johan Abma was een geweldig populaire speler. Daar is Abma. Johan Abma is de naam. En hij scoort 1-1. Rumbiak. En dan Dantuma en Abma. En 3-1. Het was de avond van Johan Abma. Baan. Het prettige was dat deze jongens wel degelijk het niveau optilden. Jouke kwam vanuit een amateurclub, maar was meteen voor mij een geweldig belangrijke linksbuiten. Dit is Keizer, ooit Ajax. En hij vindt Dantuma. En het is 2-1. Jouke Dantuma. En waar komt hij vandaan? Uit Dantuma Deel. Ja, het is echt waar. En het prettige is dan als deze jongens zich met elkaar goed verstaan en ook buiten het trainingen en wedstrijden om goed met elkaar omgaan. En dat was de kracht van dat elftal op dat moment, dat het een enorm sterk geheel was. Gerard de Haan, die hadden we natuurlijk. Helaas niet meer is. Ja, dat is inderdaad heel jammer. Maar dat was wel een bravoermannetje, vrij gevochten. Die ging door het vuur voor je, door muren voor je. Dus ik vind het echt zonde dat hij een aantal jaren geleden is overleden. Uh-huh. Ja, nou ja, was ook vaak vechten met hem. Maar ja, gewoon een geweldige Leeuwarder, echt een Leeuwarder. Geweldige vent, als we het over persoonlijkheden hebben in het team. Ja, hij was er zeker één. Dat was wel de echte jongen van de stad. En fysiek heel sterk. Voetballend wel iets minder. Maar ik vond het altijd een geweldige gozer om in de selectie te hebben. Veel met hem meegemaakt en altijd in voor een grapje. Als je die aankeek, dan moest je meteen lachen. Wat er ook met je gebeurde, als hij met je kwam praten of hij toverde die lach op zijn gezicht, dan moest je daar wel in meegaan. Ja. Ja. Een geweldige vent. En hij kende iedere café-eigenaar, geloof ik, hè? Hier in de stad. Ja. Ja, hij kende veel mensen in de stad. En wilde wel eens tot de late uurtjes in de stad zijn, ja. Ja, ja. Klopt. Mis hem wel, Gerard. Wie was de grote favoriet dat seizoen? Ik heb me niet meer zo heel goed herinneren, maar volgens mij was dat NAC of zo. Ja. In die periode was het niet zo dat we de favoriet waren. NAC had een hele goede ploeg, RBC had een goede ploeg. Dus ja, er waren meer kapers op de kust. In mijn optiek was NAC favoriet. Ik denk met Pierre van Hoodonk en met Ton Lokhoff. Ton Lokhoff, ja, dat was echt de motor van die ploeg daar. Goede keeper hadden ze ook, John Karelsen. Ja, Karelsen op doel. Die waren favoriet. Ik denk dat die hier thuis ook van ons gewonnen hebben. Je begon ook slecht. Wageningen uit? Ja. Ja, Wageningen uit, begonnen we slecht. Twee penalties gemist, waaronder ik zelf één en De Gier één. Nou, omdat ik laat in de voorbereiding kwam, moest ik natuurlijk gelijk mijn debuut maken in de competitie. En was er niet echt tijd om te wennen. Nou, in die eerste wedstrijd miste ik gelijk een penalty. Tegen Wageningen? Ja, tegen Wageningen. Dus dan heb je het nog wel even, dan denk je nog wel even na van er moet een tandje bij. De dingen die daarvoor in de voorbereiding lukten, die lukten tijdens die wedstrijd niet. Mm-hmm. Maar Baan heeft dat wel gelijk bij de kop gepakt. En, want ik weet ook nog dat we bijna één voor één bij hem op kantoor moesten komen. En dat was op een manier dat ik wel dacht van wil ik nu weer gewoon in basis starten de volgende keer, dan moet ik gewoon de dingen eruit halen die in mij zitten. Ja, we werden stabieler en we werden. Volgens mij wonnen we weinig spectaculaire wedstrijden, ook een aantal keren met 1-0. Maar we stralen wel die kracht uit om niks weg te geven en op het juiste moment nog toe te slaan. Dus dat was wel iets wat binnen het team ontstond. We kregen echt een gevoel zo van onverwinnelijkheid. Welke wedstrijd dat was, durf ik niet te zeggen. Maar we hadden toch een bepaalde periode dat we echt alles wonnen. Ja, toen kwam het gevoel wel, dan moeten we er ook voor gaan. Jurowski, met Sinkgraven nu. Sinkgraven komt er met de bal uit. En zijn paas is goed, want het is geen buitenspel. Geen buitenspel voor Mols, die zojuist ook al een kans had. En nu laat hij de kans niet onbenut. Wat voor karakter zaten er in dat team? Ja, toch wel jongens die
heel georganiseerd waren. Die toch echt wel met de ploeg bezig waren op tactisch gebied. Noem eens wat namen. Nico-Jan Hoogma. Marcel Keizer. En ik zei de gek. Van Duren en Jurovski niet buitenspel. Goede redding van de doelman. Maar de bal is nog steeds bij Meijer. En ook Meijer krijgt de bal er niet in. De periodetitel kan jullie eigenlijk nauwelijks meer ontglippen. Het wordt feest volgende week in Leeuwarden, hè? Ja, Cambuur heeft er al een aantal keren eerder dichtbij gezeten. Maar wij moeten gewoon de wedstrijd gaan winnen. En niemand kan ons meer inhalen. Dus we zitten er erg dichtbij, ja. Met het behalen van het periodekampioenschap was eigenlijk de belangrijkste doelstelling was bereikt, denk ik, hè? Al vroeg in het seizoen. Ja, nou ja, dat geeft rust. En van daaruit kan je doorgroeien natuurlijk, hè. En, nou, in die tijd, ja, het was natuurlijk nog het 2-punten-systeem. En in die tijd werd het ook uitbundig gevierd, die periodetitel. Die periodetitel, ja. We kwamen hier in een volle bak hier terecht. Er werden noodtribunes neergezet. Het stadion in Leeuwarden was voor het eerst sinds 4 jaar weer uitverkocht. Ruim 13.000 toeschouwers. En die vele duizenden toeschouwers waren al snel muisstil. Volgens mij was het nog wel een lastige wedstrijd. Tegen Topos, ja. Kwamen we achter, als ik me niet vergis. Barry Arends. Je gaat 2 man voorbij. En kijkt goed. Houdt het overzicht. En ziet Thijs Waterink. En die stift. Het is 0-1. En die verstoren dan een feestje voor duizenden mensen hier in het stadion. Als we wel eens moeilijke momenten kenden tijdens een wedstrijd, dan hadden we een geweldige steun aan de spionkop, zoals we hem dus toen de tijd geloof ik noemden. Daar gebeurde dan altijd wat, zodat dat elftal nog weer een kick kreeg. Dus toen moesten we ook in een keer dit zijn nou de wedstrijden die als je een periode wil pakken, als je mee wil doen om een kampioenschap. Dit is Lodi Rumbiak, een belangrijke man. Veel aanvallen gaan over rechts namelijk, bij Cambuur. En dan het paasje op Ulrich Kroede, de invaller. Hij gaat goed door. En dan is het 11 minuten na rust 1-1. En kan Kroede en Rumbiak zijn geluk niet op. Ja, dat was echt een geweldige wedstrijd. Ik scoorde de aansluitingstreffer. En het stadion, dat ging zo tekeer, dat vergeet ik nooit meer. Ik kreeg de bal aangespeeld. Ik kap een speler uit en ik plaats met mijn linkerbeen in de rechterhoek. En ja... Je begint nou te glimmen nog, ja, hè? Ja, dat was gewoon een geweldig moment. Want ik had een beetje problemen met mijn knie. Niet fit, wel fit. Ja, dan komt dat moment. Dan barst het gewoon los. Ja. En dan dat deel je mee in die vreugde. Dat is gewoon het mooiste wat er is voor een voetballer. Ja. Harry Sinkgraven. En dan komt de bal bij Dantuma. Voorzet op de Gier. En de topscorer van Cambuur mist op een haar na. Betrokkenheid van het publiek, de club, die beleving, dat gaf wel een enorme kick voor mij. En ja, dat kan niet anders dan dat ook doorgewerkt heeft op onze teamprestaties. Top had de tweede helft niet meer zoveel in te brengen. Het werd toch een beetje verrast door de vloedgolf van aanvallen van Cambuurzijde. Dit is opnieuw Dantuma. Gaat de bal naar Abma. Dan komt hij met een gelukje weer voor de voeten van Dantuma en hij scoort. Na een half uur is het 2-1. Gezien de eerste helft misschien niet helemaal verdiend, maar de blijdschap is er niet minder om. Kijk naar invaller Gerard de Haan. Toen nog eens een keer die goal van Jouke Dantuma eroverheen. Ja, toen ging het los. Ja. Toen was het echt feest in Leeuwarden. 2-1. En de periodetitel naar Leeuwarden. Naar Cambuur. En dat is 4 jaar geleden dat het voor het laatst was. Groot feest dus in Leeuwarden. Rob Baan viert het feestje in zijn eentje. Hij noemde heel bescheiden de wissel van Ulrich Kroede de gouden wissel. Nee, na de periode werd ik gevraagd om op het stadion te komen voor een interview, Studio Sport. Nou, ik naar boven, een interview, stoeltje erbij, ga zo maar door. Dat net zo goed 5-0 kunnen staan voor hun. We hebben geluk dat Fred in topvorm verkeerde. Maar gelukkig hebben we de draad weer op weten te pakken in de tweede helft. En dan win je toch nog zo'n wedstrijd. Al die supporters stonden beneden en die hadden door dat ik op het stadion stond. En die begonnen mij toe te zingen. Ik was een beetje gepikeerd dat ik in moest vallen of dat ik op de bank moest plaatsnemen. Maar na zo'n wedstrijd leef je toch toe. Ik heb niet goed gepresteerd dit seizoen, maar zo'n wedstrijd dat moet niet van me afgehouden worden, man. En omdat ik beneden al een beetje zo stond, en toen vroeg hij van, wil je dat nog een keer doen? Dan nemen we dat op. Wil je nog 1 keer dirigeren voor ons? Ja, dat doe ik wel. Dus ik ga staan en ik ga net als een orkestleider ga ik zo staan. Nou, iedereen toezingen. Nou, geweldig.
Huppakee, als orkestleider. Ging zo. Ja, dat was mooi. Dat was echt geweldig. Ja, dat zit toch goed vanavond. Dat blijft me nog wel goed bij, ja. Ja. Ulrich Kruder, ja, een gevoelsmens. En die moest het naar zijn zin hebben. En ja, die had meer die arm nodig dan dat hij een schop onder zijn kop moest hebben. Ik stond gewoon ook in de groep. En ik kon met iedereen goed om overweg. Dus ik denk dat dat ook bij de meesten is bijgebleven. Dat ik toch wel iemand was die sociaal was en gewoon met iedereen overweg kon. Ik kwam hier en had eigenlijk niks. En ik kwam hier op een appartementje en had eigenlijk niks. En ik had net mijn grote staker ervan verkocht. Dus ik had alles dubbel. En mijn vrouw en ik allemaal uitgezocht voor hem. En daar hebben we bij hem gebracht. Dat hij bestek en bord en pannen had. En handdoeken en theedoeken en zo. Dat soort dingen. Maar ik heb altijd een beetje zwak voor Ulrich Kruder gehad, ja. Ja, mooie vent. Ja, die wist altijd ook... de sfeer een beetje leuker te maken dan het al was. Ja? Ja. Hoe deed hij dat? Ja, door opmerkingen te plaatsen en lekker bij de hand te doen. En tuinslang, dat was een woordje van hem naar mij toe. Hij noemde jou tuinslang? Ja, tuinslang. Dus als je in voetbaljargon gaat praten, dan een tuinslang, wat je tussen je benen hebt hangen. Dat vond hij dan een tuinslang, blijkbaar. Ja, mooie vent, Geert Stuve. Echt een hele mooie vent, daar kon je echt mee lachen, ja. Kruden. In het midden komt Keizer. Kruden wil zelf en wat heet. Hij doet het aardig zelf. Ja, nou ja, ik ben gekomen als spits en ik maakte mijn doelpuntjes. En ik was eigenlijk een beetje een frivole speler eigenlijk. Ja, een hele lieve jongen. Was echt een hele lieve jongen. En hij was wel vaak niet licht geraakt of zo, maar wel een beetje een emotionele jongen, ja. Ja. Het is niet dat ik brutaal was op beide hand, maar ik liet hem niet ondersneeuwen, nee. Rob Baan was een trainer die ook best wel de verantwoordelijkheid bij de spelers neerlegde. En wat Rob deed, en dat was ik eigenlijk ook nooit gewend met de andere trainers ervoor. Ja, dat hij in aanloop naar een wedstrijd altijd een groepje had van 4, 5, 6 spelers. Die pakte hij bij elkaar. En dan gingen we in de bestuurskamer hier beneden gingen we dan zitten. En dan gingen we de wedstrijd bespreken met elkaar. En hoe we dat tactisch zouden invullen. En ja, hij legde dat echt bij de spelers neer. Waardoor er ook een bepaalde verantwoordelijkheid in de wedstrijd was bij ons. Dat kun je ook alleen maar doen als je spelers hebt die dat aankunnen. Die er geen misbruik van maken. Dus die weten dat het in het belang van het team is. Bij Rob konden wij vooral ook onszelf zijn als spelers. Ik probeerde wel de spelers de nodige vrijheid te geven. Waardoor ze ook creatief konden blijven. Uiteraard was Rob de baas. Maar liet spelers ook meedenken over speelwijze en... van allerlei andere zaken. En met die zeggenschap maakte hij ze mede verantwoordelijker. En kon je dus ook tijdens de wedstrijd vaker en makkelijker variëren. Het was een man die wel wist hoe hij een goede groep bij elkaar moest zetten. En dan op dat moment is het nog de vraag van hoe ga je het beste uit die groep halen. Nou, dat deed hij op een voortreffelijke manier. Elke wedstrijd, elke training... Moest je er staan, want als je er niet staat, dan was gewoon je concurrent weer aan de beurt. De trainingen waren hier langer dan bij Den Bosch, kan ik me herinneren. Ik moest hier echt aanpoten. Warming-up die bestond alleen al uit 3 kwartier, waarin Rob zelf voorop liep en van allerlei oefeningen ging doen. Ja. Op zijn Duits eigenlijk, ja. Rondjes rennen, ook naar de kleine wielen. Dus daarachter kan ik gebeuren. Ik ging wel altijd ook rondjes lopen, dus daar was ik niet zo van. Maar ik kan me wel goed herinneren dat we echt super fit waren daardoor. Ook wel eens dingen gedaan waarvan ik nu zou denken... dat zou ik niet zo snel met mijn groep doen. In die tijd train je nog wel eens 3 keer op een dag. Hè? Dat is nu uit Den Bosch. Maar vroeger was er wel eens dat je 's ochtends gewoon voor het ontbijt ging lopen. Dat je 's ochtends ging trainen, dat je 's middags ging trainen of 's avonds een wedstrijd had. Op dinsdagochtend was het echt snot voor de ogen. Je voelt natuurlijk ook door het trainen dat je fysiek beter wordt. Dat is ook wel iets wat... denk ik het team daarna alleen maar profijt heeft opgeleverd. Omdat we dus die wedstrijden konden winnen. Lang de 0 houden, het laatste moment nog de 1-0 maken. En vasthouden.
Op rechts loopt Rumbiak, de rechtsbuiten. De voorzet van Rumbiak naar Dantima, gepareerd en dan toch ingekopt door Kooistra, de man die net zo vrij stond. Elzinga, die kapt daar Hellemons uit, wordt de bal weggekopt en Hellemons met een even grote blunder geeft de bal zomaar aan Rumbiak, die zet voor en Kooistra kopt dan 2-3 in. En dan de allerlaatste minuut. We hebben zojuist het kwartiertje van de Gier gezien. 4 schoten en dit is zijn 5e en die gaat erin. En zo wordt het 3-3. Jack de Gier met zijn 11e goal. En kijk eens naar de fout van Roy Kort. Die dekt natuurlijk aan de verkeerde kant. En de Gier tikt mooi binnen. Wanneer kreeg je door, dit kon wel eens wat gaan worden, dit seizoen voor Cambuur? Nou, we hadden natuurlijk goede resultaten neergezet tot aan de winterstop. Dat er over werd gesproken van een kampioenschap, nee. Nee? Er werd helemaal niet over gesproken. Je staat er bovenaan in de winterstop. Kijk, dan gaat het publiek gaat zich ook roeren. En nou, zouden ze het gaan halen? Zou het dit jaar gaan gebeuren? Ja, we waren winterkampioen, ja. Nou ja, er zou misschien wel eens wat meer in kunnen zitten. Dat werd wel gezegd, maar niet het woord kampioenschap is nooit uitgesproken. Toen niet. Natuurlijk ging het spelen van, we kunnen misschien nu wel eens gaan promoveren. Dus promoveren werd wel een onderwerp. Maar ik kan me niet herinneren dat we daar erg veel druk door hebben gevoeld. We hebben gewoon steeds van week tot week de wedstrijden geanalyseerd en gespeeld. We hadden gewoon een koers ingezet. En we wisten wat we konden. We wisten dat we elke wedstrijd wel scoorden. Het enige wat wij hoopten was dat we allemaal heel bleven. Je moet niet luisteren naar wat iedereen nerveus gaat worden. Want dan slaat het over op je groep. Dus wij hebben eigenlijk steeds ook in de trainingen geprobeerd heel veel lol te maken. En dan zagen we in het weekend wel weer hoe we ervoor stonden. Er werd ons geen druk opgelegd. Ook niet door de trainer, ook niet door de technische staf. Nee, want wij wisten gewoon wat we konden. In de winterstop, ja. Dan gaan jullie op trainingskamp Noord-Limburg. Daar wordt nu nog over gesproken. Ja, nu lachen we erom. Dat we dat toen, dat ook in het jaar zat. Ja. Alleen op dat moment, toen het gebeurde, toen waren we wel wat minder vrolijk. De eerste week januari. 'S Ochtends was er keurig netjes ontbijt voor ons. 'S Middags een lunch. En ik ging 's morgens met de chef koken betalen wat we 's avonds graag wouden eten. Ja. Zo ging het altijd, ja. Ja. Kun jij die dag terughalen dat jullie daar in Limburg aan tafel zaten? Ja. Als de dag van gisteren. Ja. We hadden een dessert, weet ik nog, bananenbavrois. Vergeet ik nooit meer. Dat had die chef kok in zich. Ja, in goede trouw had dat gedaan. In overleg met u? Ja, nee, dat niet. We zouden een feestelijk dessert organiseren. Ja. Ja. Ik kan me nog herinneren dat we de tafeltjes zaten en dat ook Lodi Rumbiak bijvoorbeeld zijn toetje niet hoefde op dat moment. Ik had mijn toetje weggegeven. Aan wie? Aan Jaap de Jong. We hadden een toetje. En sommigen die vonden het toetje niks. Ik vond het hartstikke lekker. Heb jij het wel gegeten, de bavois? Ja. Ja, het toetje sloeg ik nooit over. Nou, daarna hadden we nog gezellig samen zijn. En er waren nog een aantal jongens die namen een borreltje. En ik weet nog dat we dolletjes hebben zitten maken over de serveersters die wat in het toetje gedaan zouden hebben, vooraf al. Omdat wij natuurlijk gedurende die week nog wel eens dolletjes maakten richting het personeel. Met name het vrouwelijke personeel. Ja, precies. En voor de gein hebben wij toen eens een keer een opmerking gemaakt, dat weet ik nog. Van, nou luister, als ze ons maar niet terugpakken aan het eind van de week. En nou ja, toen gebeurde dit natuurlijk. Ja, nou ja, we hebben nog die wedstrijd gespeeld. Dat was tegen Fortuna. Dat was een afsluiter van het trainingskamp. Ja, en daar begon het eigenlijk al. Misschien wel bij een aantal jongens iets tevoren. In de warm-up voelde ik me ook al niet zo happy. En, dat was voor die wedstrijd tegen Fortuna? Fortuna City, ja. Dat was eigenlijk de dag daarna. Ik kan me goed herinneren dat we voor die wedstrijd al spitsuur hadden voor het toilet. En er was maar één toiletje in die kleedkamer, dus... Eerste half uur, nou, het ging wel aardig, maar fysiek, het was gewoon, ik was gewoon prut. Pap in de benen en ik kon de ene stap niet voor de andere zetten. En toen heb ik ook na een half uurtje gevraagd of misschien was het wel 20 minuten voor een wissel. Het ging gewoon niet en toen ben ik
heb ik me gedoucht en dan ben ik in een busje gaan liggen. Wachten tot de spelers kwamen. Ook ik voelde me niet lekker tijdens die wedstrijd, nee. Buikkrampen en ja, verschrikkelijke snijingen in je lichaam. En na de wedstrijd werd het alleen maar erger. Ze zaten alleen maar op de wc. Je zag ze niet meer terug. We zijn wel met de elf maar begonnen, maar we zijn niet met de elf maar geëindigd. Dat weet ik nog wel. Ja, maar een aantal precies. Volgens mij waren er nog 8 in het veld of 9. Iedereen verdween heel snel aan de kant, ja. Dat was echt een drama. En ook het wachten op de spelers, hè, tot de spelers allemaal gedoucht waren. En dat duurde voor mijn gevoel eeuwen. En daarna konden we naar huis toe. En op de terugweg, wie was er niet aan het overgeven, zeg maar. Ja, dat was echt bizar om mee te maken. Ik had afgesproken om met vrienden een biertje te doen bij ons in het dorpscafé in Schijndel. Dat is er niet van gekomen. Ik werd gewoon echt zo beroerd dat ik nergens meer aan moest denken. Ja, Marcel Keijzer, dat weet ik ook wel, want die woonde ook nog bij mij in de buurt. Ja, die ging gewoon onderuit thuis en lag opeens op de grond. Thuis net gered en alleen maar boven de wc gehangen of op de wc gezeten. Toen ik op een gegeven moment in Leeuwarden was en een beetje in paniek de dokter belde, ja, was het wel vrij snel duidelijk. Want hadden er nog een stuk of 8 gebeld. Ja, de volgende dag toch maar de dokter gebeld. En die belde meteen de ambulance van, het is niet goed. Mm. Dus toen het ziekenhuis in. De ene naar de ander, die liep letterlijk leeg. En het gerucht ging al meteen. Ja, dat moet ergens een voedselvergiftiging zijn geweest. Dus dan is de volgende vraag, wat hebben jullie allemaal gehad? Slechts weinig clubs waren tot nu toe in staat Cambuur te vellen. Maar een geheimzinnig bacterie slaagde daar wel in. In het begin denk je, het kan mogelijk een van de vele griepen zijn die rondgaat. Alhoewel wel erg hevig, maar als daarna de een na de ander het krijgt en bijna het hele team dat geraakt en geveld blijkt, dan is er natuurlijk meer aan de hand. Het gaat om een voedselvergiftiging. Dat kan haast niet anders. Ja. Bekende kip? Ja. Ik ben bang dat dat een verdachte nutriënt is, ja. Na gerecht was een Bavarois en een beetje een goede Limburgse kok. Die maakte dat met rauwe eieren. Ja. En in die rauwe eieren zat die salmonella. Dus we zaten wel dicht in de buurt. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, de kip was onschuldig. Jaap de Jong was er het ergst aan toe. Ik was 6-7 kilo kwijt in 4-5 dagen. Van Jaap schrok ik wel. Als je dan ziet liggen in het ziekenhuis of op een foto in de krant en je ziet hem liggen, denk ik zo, die is er aardig aan toe. Normaal gesproken was ik 84 kilo en ik was toen in het ziekenhuis iets van 71,5 of zo. Ik was 12,5 kilo afgevallen. Binnen 2 dagen? Anderhalve dag, ja. De meeste spelers liggen ziek thuis, maar van één van hen is de toestand zelfs zo slecht dat hij is opgenomen in het ziekenhuis. Zo Jaap. Goedemiddag. Ziet er goed uit, jongen. Ja, al wat beter als het geweest is in ieder geval. Het was groot nieuws. Hè? Voorblad van de Telegraaf, voorblad van de AD. En Studio Sport. En Studio Sport, ja. Sinds gisteren mocht ik voor het eerst weer wat gaan drinken, zeg maar. En daarvoor was ik 12 kilo afgevallen, dus. Het was wel grappig, ik had het nog nooit meegemaakt. En dan kwamen ze eens binnen met een grote camera. En dan moest ik net doen alsof ik, dat ik verrast was. En ze hadden het daarvoor wel aangekondigd. Maar dat was het is een leuke ervaring. Slechts 6 spelers zijn nog in staat de training te volgen. Ik heb eigenlijk niks ervan meegekregen, gelukkig. Jij kon er gewoon door blijven trainen? Ja, ja. Ik heb hier 6 spelers. We kunnen onmogelijk zaterdag voldoende mensen op de been brengen om een wedstrijd te spelen. Als we geen uitstel krijgen, dan verliezen we daardoor de competitie. Er moest hier wel wat gebeuren, want de wedstrijden moesten worden afgezegd. We konden geen helftal meer op de been brengen. En dat heeft wel wat hectische toestanden teweeg gebracht hier, ja. De KNVB neemt morgen een beslissing of de sportclub Cambuur uitstel krijgt voor de competitiewedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Emmen. Cambuur is, zoals u weet, koploper in de eerste divisie. We moesten die week erop alweer competitie spelen. Ja, dat kon gewoon niet. Dat kon echt niet. We hebben 2 wedstrijden hebben we kunnen verzetten. Ja, ik weet niet of het terecht is. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat een ander team zegt van ja, maar dan moeten ze het tweede team maar laten voetballen. Hey, kan ik me voorstellen. Ik ben blij dat nooit iemand daar iets over gezegd heeft.
Maar wij waren in ieder geval hartstikke blij dat de KNVB die wedstrijden verschoof. Misschien was het wel een voordeel dat anderen wel gespeeld hadden. Dus dat we ook wisten van, nou, we moeten dit aantal punten gaan halen. En we zijn direct dat we weer begonnen met de wedstrijden, zijn we goed begonnen. En hebben de trend gezet om de tweede seizoen zelf te spelen. Je merkt het ook aan de belangstelling van de supporters. He, dat er gewoon hele bussen mee gaan naar uitwedstrijden. En dat je op een gegeven moment in een stadion komt en niet eens het gevoel hebt dat je uitvoetbalt. En dus dat er ook nog een heel groot gedeelte om onze club staat te roepen. Ja, en dan speel je tegen NAC uit, waar een Pierre van Hooijdonk in de spits staat en een Lokhoff achterin de boel regelt, een Karels op goal. Ik vond NAC eigenlijk de enige concurrent dat seizoen, omdat dat was de ploeg met de grote namen eigenlijk. Alle camera's waren ook op hun gericht, in onze ogen. Als er een klein filmpje vooraf gemaakt werd, toen de tijd was er nog niet heel veel aandacht voor de Jupiler League of voor de Eerste Divisie toen. Maar dan ging het over hun en niet over ons. Wat dus belangrijk blijft is gewoon uit te voeren wat we net doorgepraat hebben. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat we met 2 punten hier blijven zitten. Er stond ook een hele stuk in de VI in die tijd. En ook nog een interview van mijzelf, gecombineerd met John Karas, de keeper van de NAC. Wie houdt de nul, wie gaat er winnen? Beatrix Straat, ik vergeet dat nooit meer, dat soort dingen. De oude stadion, ja. Dat was ook echt een avondje NAC. Nou ja, het was gewoon een avondje Cambuur toen. Slecht veld, enorme agressiviteit vanaf de tribunes richting ons. Achter de goals had je ook meteen het hek met het publiek. Dus het was voor mij ook nooit een pretje om ballen achter de goal vandaan te halen. Want dan had je altijd al meteen een paar klodders in je nek. Of je werd verrot gescholden. Of noem maar op. NAC tegen Cambuur. De nummer 2 tegen de nummer 1 in de eerste divisie. Cambuur gaat aan de leiding met 45 punten en NAC volgt met 38 punten. Maar ze hebben 1 wedstrijd minder gespeeld. Dus NAC moet vanavond de aansluiting houden en Cambuur kan zijn koppositie goed versterken. Het ging daar ook ergens om, hè? Sowieso NAC uit, dat waren altijd wel mooie potjes. De kopbal is dan van Hooijdonk en de redding van Grim. Ja, van Hooijdonk spits ook van het Olympisch elftal, hoewel daar is hij reserve. En dan verlengt Van Hooijdonk op Lammers. En die haalt geweldig uit, maar de redding van Grim is uitstekend. Wat ik me ervan herinner, heb ik best daar ook nog een aantal reddingen verricht. Dus dat is altijd wel prettig. Die geeft een uitstekende voorzet op Gerard de Haan. Maar de redding van Grim is weer prima te noemen. De man was echt de absolute uitblinker vanavond. Doelman van Cambuur. Heel veel druk gehad van NAC. Maar ja, overeind gebleven als misschien wel als echte Friese. Hoewel je het nog niet kan zeggen, weet je dat je daar kampioen gaat worden. En dat is dan, dat is prachtig. Prima scoreverloop voor ons. 1-0 voor door... Ik scoorde volgens mij de 1-0. Een heel goed doorgaan van Jouke Dantumon aan de linkerkant. En ik wist dat Jouke altijd strak eerste paal gaf. Dus daar reken ik op en ik kom voor mijn man dikker en ik tik hem zo in. Prima ingetikt door Ulrich Kruden. Zijn 9e treffer dit seizoen. En is het verrassend, toch wel... Na 14 minuten spelen 0-1. Trainer Rob Baan, hij heeft geen superteam tot zijn beschikking, maar het is wel een hecht collectief waar de spelers voor elkaar knokken. Op het juiste moment 2-0, Marcel Keizer volgens mij, vanuit een counter. Volgens mij stonden we heel erg onder druk. En was ook een soort van counter, een lange bal die verlengd werd, ik denk ook de Jack. En daar ben ik op gaan lopen, man uitgespeeld en geschoten. Korte hoek of bij John Karas door de benen. 2-0 en klaar. En dan, dat zijn wel mooie momenten. En Marcel Keizer, ja, hij bewijst eigenlijk dat de Friese toch ook wel individuele klassen bezitten. En niet zomaar aan de kop staan van de ranglijst in de eerste divisie. Ja, overeind gebleven in het hol van de leeuw. En dat was geweldig. Dat was geweldig. Ja, we hadden het gevoel van, ja, nu kan het ons niet meer ontglippen. Nu gaan we gewoon echt kampioen worden. En de mensen uit Leeuwarden, die vierden alvast een klein kampioensfeestje. Ja, we stonden daar de Polonaise te doen, volgens mij, in een hoek. Uitvak zat vol en daar is een feest gevierd. Dat had tot diep in de nacht kunnen duren, bij wijze van spreken. Ja, we hebben aardige Polonaise gehouden, volgens mij, hè? We hebben het licht mee uitgedaan bij NAC, hè? En nou, goed, daar kwam na de nederlaag natuurlijk is het zuur. Iets andere tijd in het betaalde voetbal. En we hebben een biertje gedronken en dan is het ook oude jongens krentenbrood. En we hebben een gezellige avond van gemaakt. En heel laat weer terug naar Leeuwarden gereden.
was gewoon een hecht team. Zo moet je dat zien, ja. Ja. Ook buiten het veld? Ja, zeer zeker. Ja. We gingen ook wel eens met elkaar even naar de sauna. We gingen met elkaar wel stappen. We gingen wel één keer in de week een biertje drinken met z'n allen. Maandagavond, stapavond. Ja. Kwamen er meer voetbalploegen hoor in Amsterdam. Ja, dat was gewoon hartstikke gezellig. Ja, dat waren leuke avonden. Dat was al een feestje hoor. Ja. Ja. Maar we hadden wel de afspraak van dinsdagochtend. Staan we er weer met z'n allen. We hadden natuurlijk ook... Ik had er niks mee, maar je had altijd de periode met carnaval. Ja, en dan raakten er altijd al een paar spelers een paar weken van tevoren in de stress. Ja, konden ze vrij regelen of konden ze heen en weer rijden. Stond er in jouw contract iets van carnaval, dat je een paar dagen naar huis kon? Nee, dat stond, nou, het stond niet in mijn contract volgens mij, maar... Ja, het is wel een afspraak geweest met Rob Baan destijds. Ja, ja, nou, ja, hij hield gewoon lekker van zijn drankje. En, spaarrood. Stappen. Ja, altijd spaarrood. Toen heb ik de trainer gevraagd of dat ik 1 of 2 dagen vrij kon krijgen op, of in het carnavalsweekend. Nou, ja, Rob moest daar even over nadenken en kwam uiteindelijk met de oplossing. Nou, op het moment dat jij als we winnen en je scoort... Dan kan jij een dagje extra pakken. En nou ja, dat was natuurlijk niet tegen Dovermans oren gezegd. Ah, dat was wel een beetje, beetje het boefje, hoor. Ja. Ja. Maar ik kom ook wel een beetje omdat de Jack was, zeg ik altijd, ja. De Jack? Ja, dat was echt Jack. Emmen uit. We wonnen die wedstrijd met 1-0. Ik denk ergens in de 75e minuut of zo, in ieder geval vrij laat. Marcel schoot die bal tegen de keeper aan. En ja, ik stond op het juiste plekje om aan binnenkant voet in te tikken. En dat was 1-0 voor ons. En dus, Jack in de Polonaise. Als het belangrijk is voor Jack, dan waarom niet? En hij schopt tot de 17-0 dat seizoen. Net zo makkelijk. Ja. Dan ben je het ook waard. En ik heb me dinsdags weer keurig netjes gemeld. Maar ik zat vervolgens wel weer om 6 uur in de auto om terug te gaan voor de laatste avond. Ja. Was u de aanstichter van het ommetje wat jullie gemaakt hebben naar Den Bosch om even langs het Heerenveenstadion te gaan? Nou, mede wel een beetje, ja, dacht ik. Ja? Ja. Ja. De Elftal-leider die kwam bij mij en die zei van nou, Lammert, die zei, je houdt er wel van een geintje, hè? Dat was tussen Heerenveen en Jouren. Ja, ik zei, dat weet je wel, hè. Ik zei, ik ben altijd een voor een geintje, maar ik zei, hoezo, wat wou je dan? Heerenveen had verloren, geloof ik, dat hoorden we op radio. En wij gewonnen. En dan moet maar even een rondje Heerenveen. Dat was het oude stadion nog. Nou, ik zei, geen punt. Was het qua jongensstreek? Ja, ze moet je dat ook zien. Maar de jongens, die vonden het prachtig natuurlijk. Die hebben ervan genoten, ja. Ja, volgens mij zijn we langs het stadion gereden, die avond. Van Heerenveen? Ja. En waren de luiken daar dicht en hebben we getoeterd en zijn we weer doorgereden. Ja, dat zou in deze tijd niet meer kunnen. Nee, wij zijn daar gewoon bij de rotonde zijn we eraf gegaan en we zijn door Heerenveen heen gegaan. De verlichting in de bus op vol, de muziek behoorlijk hard. Dan zijn we 1 of 2 keer zijn we daar het rondje gereden. En toen dwars door het centrum in de bus. Ja, ja, en ja, we hebben daar gewoon een rondje door de stad gemaakt met de Cambuurbus. Zijn jullie gestopt ook? Nee, maar volgens mij ging er wel iemand keihard op de toeter drukken. Dus iedereen die kwam ook naar buiten. Dat was heel provocerend natuurlijk. Ja, uiteindelijk wel, maar ja... Prakasseer je zo vlug niet over, hè? Ik weet wel dat het toen heel wat losgemaakt had. Bij jullie of bij Heerenveen? Ja, ook bij de mensen die in die kroeg zaten daar waar we langs reden. Want die dachten van, wat is dit dan? Je moet soms ook wel eens een beetje ondeugende dingen willen doen, toch? Ja. Ja. Je zag ze eigenlijk eerst kijken van, zie ik het wel goed? Totdat ze op een gegeven moment echt door hadden dat wij het waren. Ja, als je bovenaan zat, dan kan je dat soort dingen maken, hè? Ja. Tuurlijk. Dus waarom niet? Achteraf kan je misschien zeggen, ja, we sloegen het op. Het was 1991 en wij dachten van, dat kon wel. Ja, die rivaliteit was er toen ook al. Ja. Kijk, dat is natuurlijk gewoon strijd. Dat is nu en dat was bij wijze van spreken 100 jaar geleden ook zo. Hier in Leeuwarden zeiden ze van, oh mooi. En in Heerenveen dachten ze waarschijnlijk van,
Maar een asociale. Dat was natuurlijk best wel een leuk moment even. Alleen daarna weet je wel dat Heerenveen natuurlijk extra gemotiveerd is om een wedstrijd tegen je te winnen. Cambuur heeft een riante voorsprong en het zal toch niet gebeuren dat Cambuur op 11 april tegen Heerenveen het kampioenschap zal binnenhalen. Als dan sportief gezien Leeuwarden en Heerenveen tegenover elkaar staan, wel dan schiet het Friese gemoed vol. We gaan naar Cambuur, we gaan naar Siert de Vos. Bij winst op Heerenveen, vanavond hier in Leeuwarden, zou het kampioenschap en dus promotie een feit zijn. Mits RBC en Roosendaal tegen Zwolle een punt zou laten liggen. Negende minuut en Mario Been met een prima vrije trap. En Grim, die geen risico neemt, de bal overtikt. Ja, zaten 10.000, 11.000 mensen waren er gewoon. En fanatiek aanmoedigen en vanuit het hart. De hele luchtmacht, de achterhoede van Heerenveen, mee naar voren. Kijk maar, hier is Andone. Wint het kopduel en daar is Verbeek. En die haalt niet echt door. Maar dit soort taferelen herkennen we in wedstrijden waarin er veel op het spel staat. Ja, die rivaliteit was toen al groot en dat is nog steeds groot. Dat was de eerste keer dat ik echt met een derby in aanraking kwam. Ja, dat vond ik geweldig. Ja? Ja, tuurlijk. Net het jaar daarvoor met Heerenveen de situatie van nooit meer Cambuur met een spandoek op het veld. We wilden allemaal die Heerenveeners wel even een poepje laten ruiken. Ja, Heerenveen die had dat goed door. Dus die speelde heel agressief met die Maarten de Jong op de voorgrond. Die ging erop en die zat ons echt uit te dagen. Daar een grimmig moment. Kijk maar, de elleboog van Maarten de Jong. Springt niet mee om de bal te koppen. Ik wil niet zeggen dat hij het expres doet. Maar de gier vindt van wel. En dat ziet u aan zijn genuanceerde gebaar. Kijk, en wij konden natuurlijk kampioen worden tegen Heerenveen thuis. Nou, dat was helemaal geweldig geweest. Ja, dat was een gekhuis geworden. Ik denk dat heel Leeuwarden op zijn kop had gestaan als dat was gebeurd die avond, ja. Ja. Dit is Abma. En maar weer naar voren. Kruiden. En de gier in de draai. Wordt vastgehouden door Verbeek, maar reglementair. Maar schiet over. Dan gaan we naar de 73ste minuut. Hier is Marcel Keizer. Gouwloze wacht op hem. Is die half voorbij? En dan komt er een voorzet of een schot. Ik weet het niet, maar het ziet er gevaarlijk uit. En Zwager moet die bal hoekschop tikken. Volgens mij heb ik nog een behoorlijke clash gehad met de keeper en met Maarten de Jong in die wedstrijd. Dus ik kan me herinneren, ik ben zelf vol gegaan om die wedstrijd te winnen. Kruiden, de Gier, Rumbiak. En dan de Gier, die gelukkig het benen raakt van Maarten de Jong. Anders had het hoofd van Zwager er wellicht afgelegen. Heerenveen, die wou ons echt geen kampioen laten worden natuurlijk in die wedstrijd. Dus ze speelden ook wel goed. Ze waren volgens mij ook beter dan ons in die wedstrijd. Ja, wij hadden te veel spanning. En dat zag je gewoon door het hele elftal. We waren gewoon onszelf niet echt. Zwager dan, met de laatste uittrap. Dan blijft het 0-0 in Leeuwarden. En toen was het wachten op de berichten uit Roosendaal. Maar van de speaker hoort Rob Baan dat het kampioenschap nog minstens een week duurt. Kampioen worden in een thuiswedstrijd tegen Heerenveen, dat was het ultieme geweest waarschijnlijk, ja. Hè? Ja, zeker. Ja. Dan zou u gekroond zijn geweest, hè? Ja, dan had ik misschien ook niet meer weggemogen. Nu mocht ik uiteindelijk dan toch nog naar Twente weg. Dan is het dinsdagavond 14 april, dan speelt RBC bij Veendam. RBC staat tweede. Bij puntverlies zijn jullie kampioen. Jullie besluiten daarom met het hele team naar Veendam af te reizen. Ja, tuurlijk. Ja. Anders zit je thuis en mocht dan inderdaad daar puntverlies zijn, dan word je kampioen in de bank. En in iedereen in zijn eigen omgeving. Ja, we wilden gewoon, en dat was natuurlijk ook alweer tekenend, gewoon bij elkaar zijn. En als groep, als spelers zijnde, maar ook de staf was erbij, iedereen was erbij. Gewoon om waarom bij elkaar zijn, om als we kampioen waren, dat we echt bij elkaar waren en dat we gewoon het feestje konden starten. Volgens mij waren ook de vrouwen erbij, het bestuur was erbij, een aantal sponsoren. En een heleboel bus vol met kratten bier. Ja, we zijn daar naartoe gegaan met goede hoop dat Veendam het voor ons zou gaan doen. We dachten ook wel van, Veendam is niet kansloos. En een gelijkspel zou voor ons genoeg wezen. Dus laten we met z'n allen Veendam gaan steunen.
kaartjes geregeld en we nemen wat mee in de bus. Dus we gingen naar Veendam RBC. 14 april 1992, 17 minuten over 9. Nu echt in de allerlaatste minuten en dan krijgen we Frank van Stralen, een van de beste spelers van RBC. Maar die heeft de bal prijs moeten geven omdat Veendam nu stort rond de middencirkel. Ja, dan zit je daar en dan zie je dat het uiteindelijk in je voordeel dreigt te eindigen. Dus je wordt steeds nerveuzer als het maar goed gaat, als het maar goed gaat. RBC, dat is wel een hele domme bal, zeg. Maar het is heel dom wat RBC dat doet. En het wordt hem! Ja! Ja! Het is hem! Het is 1-1! Veendam RBC, wat doet RBC dan nou, zeg? 5 minuten voor tijd, Willem Brouwer, een van mijn vrienden. Die veegt hem erin en ik kwam met armen omhoog bij ons voor de tribune staan, ja. Ja, toen ging het dak eraf daar op de lange leegte. Ja, ik weet dat we op de bühne stonden en elkaar allemaal in de armen vielen en elkaar opzochten. Ondanks dat er wat vrouwen tussen zaten, ja, gingen de mannen toch met elkaar aan de slag. En ja, werd een mooie seizoen, werd bekroond eigenlijk. Ja, jammer genoeg ergens links bovenaan op een hoofdtribune, maar het groepsgevoel was er niet minder door. En het is een enorm gefluit hier op de tribune. Gefluit ook van Merck! Cambuur, kampioen, 91-92. Het is echt waar, het is echt waar. Hoe was die terugreis? Feesten. Ja, die terugreis die was geweldig en was één groot feest. Op de oude snelweg Drachten-Leeuwarden neemt Gerard Daan, God hebben zijn ziel, hij is er niet meer. Die pakt de microfoon en die gaat er een heel dispuut houden van al die zoveel mensen op het Cambuur Stadion. Heel verhaal maakte die ervan. Ik zeg, dames en heren, kijk, links aan de linkerzijde en de rechterzijde. Moet je eens kijken, al die auto's, al die mensen. Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Er ligt een laan. Ik heb in Groningen kunnen zien. Er ligt maar bij Cambuur zijn laan. Ja, er was ook geen mobiele telefoon. Dat zoog hij uit zijn duim. Dat het hele Cambuurplein vol stond met supporters. En nou, we draaien hier Leeuwarden binnen. En we draaiden hier de weg in. Er stonden een haag mensen hier langs de weg. En het Cambuurplein stond helemaal vol. Toen we hier inderdaad de bocht opkwamen, toen, dan verwacht je een plein hier. Dan verwacht je een paar keien. Nou, dat stond helemaal zwart. De bus die kon er eigenlijk helemaal niet door. Ja, zoveel mensen. Echt niet normaal. Niet normaal. Vuurwerk, vlaggen. Één groot feest. De spelers bovenop de bus. En dat was één groot gekkenhuis, ja. Ja, was fantastisch. Wie stond er als eerste boven op het dak van die bus? Ik. Ze schoven het dak open, het nooddak open. En de gasten, een man of 10, die zaten boven op de bus. Dus de dubbeldekker. En spelers stonden op de bus. Vrouwen stonden op de bus. Op een gegeven moment supporters. Stond jij boven op de bus? Ik heb ook op de bus gestaan, ja. En op deze foto staat Gerard de Haan. Hij was altijd wel een haantje de voorste wat dat betreft. Zolang hier bij Cambuur. En als je dit nog meemaken, dat is echt ongelooflijk. Ik heb geen stem erover. Ik kom zelf uit Leeuwarden vandaan. Het is gewoon fantastisch wat er gebeurt hier. Super. Het is gewoon... Ja, mooie herinnering. U was niet blij met die spelers die op het dak gingen staan? Nee, maar je kan van tevoren wel waarschuwen van jongens, doe dat niet. Maar ze doen het toch. Ik ben heel volgens mij was ik voor het eerst dronken. Ja, was u dronken? Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, nou ja, dus daarom weet ik het niet meer. Er is een foto met jou met een petje op. Ja, super. Wedstrijdshirt, sjaal om, petje op. Is het laat geworden? Ja, ik weet volgens mij, ik ben nog met Jacques en nog een aantal mannen zijn we de stad ingegaan. We zijn een groot hosfeest en nergens afrekenen, zo ging dat, ja. Ja? Ja, maar overal te gast natuurlijk, Cambuurkampioen. Op de schouders en drinken en zingen, ja. Ja, ja. Ja, het was een geweldig feest. Ja, geweldig. Geweldig om mee te maken. We zijn nog in een zwarmertent geëindigd, dat zal ik ook nooit vergeten. Oh ja? Ja, die man die begon spontaan te zingen toen we binnenkwamen. En in plaats van Cambuur zei hij Cambuur. En daar had hij een hele eigen versie op gemaakt. Als ik daaraan denk, dan lig ik gewoon in de duik weer. Ik heb die avond me wel misdragen tussenhalen. Dat was voor het eerst dat ik inderdaad veel aan de bier was. Heel veel dat beroemde liedje gezongen heb van het stoomschip. Hoe heet dat ook alweer? Woonschip. Het woonschip, ja. En dat was de song voor de hele avond, ja. Ja. Inmiddels heeft de altijd zo rustige trainer Robbaan zich volledig aan de drank overgegeven. Dit was uniek om alles wat we eigenlijk genoemd hebben nu.
Daarna ben ik weer naar andere clubs gegaan. Heb wel een bekerfinale gespeeld en in Schotland gespeeld en in België gespeeld. En wel eens een periode gewonnen en bij Go Ahead de na-competitie gewonnen. Dat soort zaken, maar dit is wel een van de mooiste dingen. Ja. Als je aan mij vraagt van wat is je leukste tijd in je carrière geweest, dan zeg ik direct het jaar met Cambuur. De beleving ook van de supporters, van iedereen die bij Cambuur was. Ja, dat was gewoon echt super mooi. Dat vergeet ik nooit meer. Ja, nou, zeker in de top 3. Ik denk er met plezier aan terug en ik heb het meegemaakt. Hè, een kampioenschap naakt niet iedereen mee. Ja, dat was toen een prima team. Heel, heel, heel mooi. Ja. Eindelijk. Ja, prachtig. Als je vraagt wie de belangrijkste man is voor het kampioenschap, dan zeg ik Baan. Als je kijkt nu welke spelers allemaal trainen of zoals in het geval van Nico Hoogma technisch directeur zijn, dat zijn er nogal wat. Hè? Marcel Keizer, De Bruin, Nico Hoogma technisch directeur, Fred Grim, coach nu van het Jong Oranje elftal en zo, en Jack de Gier. Dus dat bewijst wel hoe deze jongens ook met voetbal bezig waren. De inhuldiging. Nou, dat is goed dat Cambuur op de voorpagina van de Leeuwarden-krant staat. Zeker. En terecht. Heel mooi geland. Goed bewaren.